Portretijd. Portretijd. Wie ben jij? Ik ben Sabi van Hemert. Wat doe jij? Ik ben beeldend kunstenaar en ik maak beelden. Waarom? Ik denk dat dat het beste is wat ik kan doen. Daar ben ik gewoon wel goed in, denk ik. En ik vind het ook het allerleukste om te doen. Ik vind het gewoon heel interessant, heel boeiend en spannend om beelden te maken. Kun je ervan leven? Ik kan er niet echt heel veel eten van kopen. Maar ik kan er wel van leven omdat ik er gewoon gelukkig van word. Wat is je beste werk? Nog steeds vind ik het een werk heel leuk. Dat is een babylijf met een hazenhoofd. En dat babylijfje is ontzettend lief en schattig en aandoenlijk. Ook al heeft het helemaal geen armpjes. En ik heb ook een werk met allemaal kokstelprikkers. Met heel veel stekels erop. En die vind ik zelf ook nog steeds heel gaaf om te zien. Elke keer als ik die zie, denk ik, oh ja, die is heel goed gelukt. Laat eens zien hoe je het maakt. Wat ik altijd als eerste doe, is mijn schotje aan. En ik maak mijn beelden meestal een basis van schuim. Daar maak ik dan een groot blok van en daar ga ik dan de vormen uit snijden en zagen. En als ik eenmaal ga zitten om hem te gaan bekleden, zoals bij deze, dan moet ik ontzettend puzzelen om ervoor te zorgen dat het een beetje gaat kloppen allemaal. Want je kan het er niet zomaar opkwakken, want dan raak je de hele vorm van het beeld kwijt. Bijvoorbeeld hier moet ik die arm nog verder af gaan maken. En dan teken ik een beetje een vormpje af. En dan knip ik deze uit. Nou, deze komt dan hier en dan prik ik ze vast. Dus met dit beeld gaat het op deze manier. Vind je het zelf mooi? Ja, ik vind het zelf heel mooi wat ik maak. Want als ik het niet mooi vind, dan krijgen anderen het ook niet te zien. En dan ga ik net zo lang door tot mijn werk goed is en dat ik denk van ja, hier ben ik helemaal tevreden over. Dus soms duurt het wel heel lang voordat een werk af is. Dan ben ik er wel 3 maanden mee bezig. Vinden andere mensen het ook goed? Nou, ik krijg eigenlijk altijd alleen maar positieve reacties. Dus ik weet niet of mensen het niet durven zeggen als ze het niet goed vinden. Maar mensen zijn eigenlijk al heel enthousiast en willen heel graag altijd weten hoe ik het heb gedaan en wat voor materiaal ik gebruikt heb. Omdat het vaak een beetje ongebruikelijk is. Zeggen ze nooit iets stoms? Nou, er zijn wel eens mensen die het alleen maar grappig vinden wat ik maak. En dan vind ik het wel jammer. Dat vind ik dan soms een beetje stom. Want dan denk ik van, dan hoop ik gewoon dat ze nog ietsje verder zouden willen kijken. En dan misschien zien dat het niet alleen maar grappig is, mijn beelden. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ik ga altijd heel erg in mezelf zitten als ik ga werken. En heel erg denken, hoe voel ik me nu? En wat voor een beeld hoort er dan bij? En dat ga ik dan proberen te maken. Dat gevoel wat ik heb, dat probeer ik dan in dat beeld te stoppen. Wat wilde je vroeger worden? Ik vond knutselen altijd heel erg leuk. Dus in mijn gedachten was dat dan natuurlijk handarbeid, juffrouw. En later wilde ik ook wel heel graag naar Afrika om iets met leeuwen te doen. En weer iets later wilde ik graag fotograaf worden. Hoe ben je kunstenaar geworden? Ik ben kunstenaar geworden door naar de kunstacademie te gaan. En daarna gewoon zelf aan de slag. Wat is je duurste werk? Nou, mijn duurste werk is het beeld wat ik als laatste gemaakt heb. Hoeveel kost het? Die is €3.250. Waarom? Omdat hij het eigenlijk gewoon waard is. Ik zou er eigenlijk nog wel veel meer voor willen vragen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Oh jeetje. Mijn allergrootste wens. Dat ik maar lekker lang nog zo door kan gaan zoals ik nu bezig ben. En dat mijn werken steeds beter worden. En door steeds meer mensen gewaardeerd worden. Dus dat lijkt me gewoon heel leuk.